Wat heb je gewonnen behalve die eretitel? Ik heb een camera gewonnen, spiegelreflex, een Canon 60D. En ik heb een telezoom gewonnen, 1835 mm. Heel even, maar openhartig, een talentenprijs op jouw leeftijd. Komt jouw talent nu pas in beeld? Blijkbaar wel. Blijkbaar krijg ik nu alle aandacht door deze wedstrijd. En is het daarvoor wel sluipend aanwezig geweest. Ja, en het is een behoorlijke wedstrijd, hè? Want gevestigde namen zijn je al voorgegaan. Erwin Olaf bijvoorbeeld. Gaat dit voor jou nog iets betekenen? Erwin Olaf niet, maar wel anderen. Martin Parr bijvoorbeeld, dat vind ik een boeiende fotograaf. Die de massacultuur fotografeert. Consumptiemaatschappij, er zit onbedoelde humor in. Zoals bijvoorbeeld de ene foto van mij met de toeristen in Michas. Waarvan een vrouw erg verbrand is door de zon en daar zo door de stad heen loopt. Nou, dat is voor mij een bepaalde onbedoelde humor. En een soort Martin Parr foto. En heb jij dan iets met dat straatbeeld? Ja, ik heb iets met het straatbeeld, omdat het puur is, intuïtief. Ik voel me een soort jager, zeg maar, waarbij de camera mijn geweer is. En ik toeschiet wanneer ik denk dat het een boeiend beeld kan worden. En betekent dat je ergens in de struiken ligt met een telelens of niet? Nee, nee, nee. Voor mij is het allemaal eerlijk. Men mag mij zien. Ik werk met een groothoek dichtbij, 1835 mm. Daar zijn mijn meeste foto's mee gemaakt. En ja, telelens gebruik ik wel eens, maar ik heb dan geen contact met mijn onderwerp. En dat is voor jou belangrijk? Heel belangrijk, ja. Maar je blijft ook een lens kijken? Maar jij wil... Nou, soms niet. Nee, nee. Soms hou ik hem gewoon voor iemand zijn snuffert. En dan zeg ik van, dat is goed, dat heb ik net ook gedaan in de studio. En dan krijg je dit soort beelden. En dan krijg je dit soort beelden, gewoon heel spontaan. Je moet het niet... Hier heb je die Martin Parr-achtige toestanden. Ja, met de verbrande vrouw inderdaad. Waarom denk je dat jij gewonnen hebt? Chris Hoefsmit, de ambassadeur van Canon, zei... je hebt gewonnen door je visie. Je hebt een andere kijk op dingen. De foto van Albert Kuip, hij zegt, het is nog nooit eerder gedaan. Zo'n laag standpunt, alsof een molletje zeg maar, net boven de grond komt en ja, die foto deze, maakt. Dit is de winnende foto. Inderdaad, een laag standpunt, zoals je ook zegt, hè? Geen hoofden erop. Nee. Waarom onderscheidt deze foto zich dan van andere? Je kunt zeggen, heel simpel, maar ik ben geen kenner. Maar ja, daar staan geen kop op. Hij onderscheidt zich omdat het uit twee gedeeltes bestaat. Uit de realiteit en de weerspiegeling, dus de wereld op zijn kop. Het is een klein stukje uit de totale Albert Kuip. En die dag was het ontzettend slecht weer. Het regende echt de hele dag. Dit was net 5 minuten dat het eventjes ophield met regenen. En Chris Hoefsmit maakte mij attent op die plas. Hij zei, goh, Frans, kijk eens in die plas. Ik denk, ja, dat is heel leuk en heel aardig, maar... Ja, jij noemt de naam Chris Hoefsmit al een paar keer. Ja. Dat is niet zomaar een fotograaf. Nee, nee, nee. Dat is mijn mentor geweest, zeg maar. Die samen met Fred Ike, de grafisch vormgever, die hebben mij begeleid op de Albert Kuip. Ja, een wereldberoemd fotograaf. Het thema was stad. Dat was misschien wel een voordeel voor jou, omdat jij daar ervaringen hebt, of niet? Ik voelde me als een vis in het water. Hè. Natuurlijk ook door de regen. Maar ja, ik voelde me eigenlijk vrij op de Albert Kuip. Ik werd geaccepteerd. Mensen deden ook niet moeilijk. Soms werd er gewezen van ik wilde het niet of zo. En ja, dat fotografeer ik ook niet. Of soms wist ik beeld. En je hebt een prachtig portfolio. Die straks ook overal bekend gaat worden. Die gaat overal bekend worden. Ja, de pensioen, daar gaat hem niet worden dan, Frans. Dit is een onbetaalde, moet ik zeggen, een onbetaalde baan. Waarbij mijn passie voor fotografie voorop staat. Het plezier. En geen stress meer, omdat ik geen werkgever boven me heb staan. Want je was docent? Docent beeldende vorming. Ik heb 33 jaar lesgegeven in het voortgezet onderwijs. Ik heb het met echt heel veel plezier gedaan. En fotografie vond ik daarin ook belangrijk. En nu is het alleen maar fotografie, daar kom jij je tijd mee door. Want je bent ook lid van de fotoclub? De fotoclub AFC 68 in Den Bosch. En ik ben ook lid van de landelijke gespreksgroep BMK. Met de serie Joachim, een reiniging. Ben ik daar eigenlijk geaccepteerd door mijn portfolio. Kortom, een veelbelovende fotograaf. En inspiratie ligt op straat. Op straat.